Ben je op zoek naar een gebruikte boot? Dan zijn er op internet tientallen sites te vinden met een enorm aanbod aan motorboten en zeilboten in allerlei soorten en maten. Je kunt een boot kopen en verkopen via een makelaar, maar je kunt het ook zelf doen. Zelf, maar wel met professionele begeleiding die je op het internet kunt vinden. Dit is de eerste en enige doe-het-zelf jachtmakelaar ter wereld. Een digitale marktplaats waar je zelf online je boot aan of verkoopt. En in plaats van een vast percentage over de verkoopprijs van je boot, betaal je in dit geval slechts 15 euro per maand. En daarvoor heb je de beschikking over alle informatie en tools, zoals goede contracten, die je anders van een makelaar zou krijgen. Op de site worden zowel de koper als de verkoper stap voor stap begeleid, zodat je precies weet wat je moet doen. Dit is Rem Schuit. Hij gaat vandaag de keuring doen op deze Deler 37 van Sikko van Malen. En dit is Sikko. Hij heeft zijn 11 meter lange zeilboot op de site te koop aangeboden. En dit zijn Garrett en Isabel David uit Engeland. Zij zijn vandaag in Enkhuizen om een proefvaart te maken. En natuurlijk om te zien hoe de keuring verloopt. Wat zijn de belangrijkste dingen waar jij naar kijkt? Nou, bij een zeilschip is de hele tuigage, het staand en lopend wand, heel belangrijk. De verstaging die wordt ook in detail wordt die gecontroleerd. De zeilen worden gecontroleerd. De motor, hè, het is wel een hulpmotor, maar ja, die moet het wel altijd doen. Daar wordt expliciet naar gekeken. De hele technische installatie, zoals gas, koeling, verwarming. De elektronica, hè, dus de navigatieinstrumenten, die worden op werking gecontroleerd. En dan zijn we er ongeveer wel. Als je een gebruikte boot wilt kopen, is het altijd aan te raden om een keuring uit te laten voeren door een professionele expert. Nou, het roer draait soepel, geen speling op het bovenlager, dus dat is goed. Het is onduidelijk hoe de bevestiging van deze handreling zit, maar hij moet wel vastzitten uit het oogpunt van veiligheid. Sikko, dit is jouw boot. Waarom ga je hem verkopen? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik woon in het zuiden van Nederland, in Brabant. En ik merk gewoon, als je zo'n boot hebt, dan moet je hem, vind ik, veel gebruiken. En dat is voor mij toch wel een mijl op zeven. Dus 2,5 uur rijden en dan moet ik geen files hebben. Dus stop je dan met varen? Nee. We gaan een klein bootje kopen. Dus we zijn wat ouder, ook al vind ik dat zelf niet. Maar we zijn met golven begonnen en we willen een kleiner bootje kopen voor de plassen bij Roermond. Leuk. En dat is lekker dichtbij. Ja. Waarom heb jij de boot niet via een makelaar verkocht? Ja, nou, niet ten nadele van makelaars, die doen hun werk heus wel goed. Maar ik heb het idee dat de eigenaar altijd het beste kan vertellen hoe en wat van hun boot, wat de beste kanten zijn. En dus ik heb zoiets van, ik kan de boot eigenlijk zelf het beste verkopen, beter dan de makelaar. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat als er vragen zijn van kopers, dan kunnen die direct gesteld worden. En ja, prettige bijkomstigheid is dat ik toch ook aardig wat geld uitspaar. Want eerlijk, als je bij een makelaar ben je toch snel tussen de 5 en de 8% kwijt. En nu niet. Straks de proefvaart. En dan zien we ook of het echtpaar uit Engeland Sikko's boot gaat kopen of niet.